Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft Eudrice Madar benoemd tot directeur van de Suriname National Training Authority, SNTA. De directeur van de SNTA benadrukt het belang van het halen van de doelstellingen om de productiviteit en het concurrentievermogen van het land te bevorderen. De SNTA zal samen met tripartiet commissies werken aan nationale kwalificatiestructuur. President Chandrika Prasad Santokhi heeft ter gelegenheid van de jaarafsluiting met de staatsraad een vooruitblik gedaan op het komend jaar. Het staatshoofd stond donderdag stil bij de rol van het adviserend orgaan bij wetten en overeenkomsten. Santokhi noemde de decembermaand een moment van reflectie en tegelijkertijd een periode van zoeken naar hoop. We zijn door een zware crisis gegaan. Gelukkig komen we eruit. De impact is wel te merken in de samenleving, maar de sfeer is er wel. Dat is de kracht van de maand december, aldus het staatshoofd. De Raad van Vakcentrales in Suriname, Rafaxur, en de regering hebben van gedachten gewisseld over de aanstaande invoering van belasting toegevoegde waarde. Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond, zegt dat de vakbeweging voorwaarden heeft die op regeringsniveau besproken moeten worden. We hebben oor voor elkaar en op grond daarvan gaan we kijken wat de standpunten zijn en hoe ver we van elkaar liggen. Ten aanzien van rust in het arbeidsveld zegt Snijders dat dit ook afhankelijk is van wat er met de regering bereikt wordt.